Het Openbaar Ministerie heeft vandaag een begin gemaakt met de vordering van miljoenen euro's op de familie Visser na het debakel met de failliete vastgoedketen Eurocommerce. Justitie wil ruim 23 miljoen euro terug van de familie, die dat geld zou hebben verdiend met faillissementsfraude, witwassen en oplichting. Het Openbaar Ministerie is vandaag officieel begonnen met het kaalplukken van de familie Visser van de failliete vastgoedketen Eurocommerce. Vorig jaar werden vader Ger en zoon Gert junior veroordeeld tot celstraffen van 1 tot 3,5 jaar. De vrouw van Ger Visser en de dochter werden vrijgesproken. Vandaag probeert het Openbaar Ministerie in totaal 23 miljoen euro van de familie terug te halen in een zogenaamde ontnemingsvordering. Het gaat nog lang duren, want zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging wacht tot het hoge beroep in de strafzaak is geweest en dat kan zeker nog wel maanden duren. Het faillissement van Eurocommerce in 2012 was een van de grootste in de Nederlandse vastgoedwereld. 9 banken en de gemeente Almere gingen voor meer dan 700 miljoen euro het schip in. De rechters oordeelden tijdens de strafzitting dat bewezen is dat Visser, toen zijn bedrijf op instorten stond, voor miljoenen aan bezittingen voor een habbekrat aan zijn vrouw, zoon en dochter heeft overgedaan om ze aan de failliete boedel te onttrekken. Het OM komt niet verder dan alleen maar vermoedens. Vermoedens over de stal, vermoedens over de Roskam, vermoedens over de VVAV en zo blijf je maar doorgaan. Maar er is niet één echt bewijselement wat ze aangevoerd hebben. Er hangt u wel en uw familie ook een jarenlange zelfstraf boven het hoofd. Nou, dat zou wel aardig zijn als we dan met elkaar konden zitten. Iedereen krijgt een veeg uit de pan. De banken, de advocaten, de curatoren, rechtercommissaris faillissementen, de civiele rechtbank die de Pauliana uitsprak en het OM. De verwijten aan hun adressen hebben zich opgestapeld. Het had anders gekund. Het kaalplukken van de familie Visser laat nog wel even op zich wachten. Eerst moet het hoge beroep volgen. Maar het Hof heeft nog geen data bepaald.